Klopt wel. Maar wie was voor jullie een beetje een dissonant dan? In Dortmund? Dissonant, ja, ik vond... Het zou altijd moeten zijn, eigenlijk, zoals ik ernaar kijk, mijn mening, zoals het bij Champions League wedstrijden is. Die sfeer, ja, vind ik ook. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Mango Meubels en Dinotech. Het is zondagmiddag 18 maart en welkom bij weer een nieuwe Rood-Wit podcast. We zijn, zoals je kan zien, op de nieuwe locatie. Het is nog een beetje kaal. Hè? Klein beetje kaal nog. Maar de volgende keer gaat alles spik en span. En niet alleen op mijn hoofd. Oh, heb je kont eindelijk geschoren? Maar Pascal, welkom. Ja. Je bent er weer, Mr. Bavaria en de Bekken van Brabant is natuurlijk ook weer vaste gezet inmiddels. Welkom, hoe was jullie weekend? Laten we daar eens mee beginnen. Ik heb een prima weekend gehad. Ja? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ook. Gezellig ook. Ja, en drie punten, daar gaat het goed om. Goed afgesloten voor vooral. Ja. Ja. Niet meer verwacht. En goed, toch, goed. Weekend. Toch uitgebreide antwoorden ook. Ja, prima weekend gehad. We gaan dagen voor de wedstrijd hebben, toch? Ja. Ja, lekker. Ja, het zonnetje schijnt weer langzaamaan. De lente is aan het komen. De kriebeltjes komen weer naar boven. Ja. Dus, Heerlijk, man. Heerlijk. Zoals gewoonlijk, ja, beginnen we met het moment van de week. Dus wie wil aftrappen? Ik wil aftrappen. Doe maar. Ja, trap je wel. Wat ik het moment van de week vond is... we hebben zoveel momenten gehad van de week. Die BMW van vandaag. Oh, sorry. We doen het even op één camera. Omdat die vandaag ook online moet komen. Voordat de mensen denken van zijn ze aan het bezuinigen? Nee, maar we willen vandaag online komen. Dus, ja, dus dan moet het vlug. We nemen laat op. Ja. Zoveel momenten van de week. Die BMW van vandaag over die we mee praten. Ja. Dortmund. Dortmund zelf Dank is nog. Leuk. Maar wat ik heel bijzonder vond... is op het moment dat in het stadion Kees Rijvers werd herdacht... heeft PSV ervoor gezorgd dat mensen een minuut gaan klappen. Dat vind ik toch, iets mooier dan een minuut stil zijn. En dan zie je dat daar dan de openbaring is van die tegel dan, die is gelegd. En dan zie je dat PSV toch nog die wedstrijd over de streep heen trekt. In de 97e minuut. Ja. Niet normaal, en dat is de leeftijd van Kees Rijvers. Ja. Je zou bijna denken dat Strom gedaan hebben. Ja. Kees heeft het. Twente heeft heel hard zijn best gedaan. Dat moet dan toch zo zijn, hè? Nou, dat is zo tegen Twente, dus, ook een oude club van Rijvers. Heel bijzonder. Ik zag nog net niet zo'n sterretje boven, zo pling, weet je wel, op dat moment. Dan was het er wel af. Dat was helemaal klaar geweest, ja. Ja, okay. Hey, mooi. Mooi, ik denk dat Kees het mooier vond als het gelijk spel was geweest. Alleen wij zijn gewoon zo fucking goed. Ja, ik denk het. Vooral de eerste helft. Maar goed, we gaan later. Ja. Jouw moment van de week, Pascal? Ja, dat is eigenlijk wel een wedstrijd gerelateerde. En misschien een moment wat niemand verwacht. De wissel van Bakayogo. Okay. En niet zozeer de wissel, maar als jij weet dat je een wedstrijd moet winnen. Precies. En jij shockt maar daar heb op ik dus zo'n manier. Helemaal ontgaan. Echt het veld aflopen. Het publiek reageerde erop. Dus later commentaar. Toen rende hij op een gegeven moment, hè? Toen kwam hij in een drafje. Ja. Het werd ook zelfs Luc de Jong die riep op een gegeven moment naar hem. En andere spelers van, kom op jongen. Ja. En ik denk echt van, dan ben je echt totaal niet met de wedstrijd. Ja. Of was blij met een puntje. Kan ook. Hoe gaat dat dure woord? Illustratief? Was illustratief voor zijn spel. Voor zijn spel, 100%. Ja. Hij liep net zo hard als in de wedstrijd. En de Jong werd helemaal gek, hè? Ja, en terecht. Ja. Jongens, je staat gelijk. Je wil die 10 punten voorsprong houden. Want hoe je het ook went of keert, op het moment dat je dan toch weer gelijk speelt, je komt op 7 punten, ja, weet je, dan gaat het misschien toch 8. Een kopje spelen. Je hebt geen wedstrijd die eraan komt die je gelijk om kan zetten. Dus een snelle omzetwedstrijd in verband met het ding. Ik snap dat niet. Maar dan zie je toch dat spelers gewoon met zijn eigen spel bezig zijn, hè? Dus dan balen ze. Ja, hij zal ook balen van zichzelf. Ja. En dan kan hij niet op dat moment de knop opzetten van... Hey, ik moet niet aan het team denken en ik moet naar de zijlijn rennen. Dat is illustratief. Voor en dat is misschien ook wel de leeftijd. Hè? Dus dat is op, dan leert hij ook van, ik weet zeker de volgende keer... Dan sprint hij naar de zijkant, wil je niet weten. Dat is ook wel verteld. Ergens is, dichtst bij zijde zijlijn was de achterlijn ook nog. Ja. En hij liep naar de zijlijn als je dat dan kiest. Maar goed, dat was een bijzonder moment. Goed moment, dan gaan we even gewoon op de juiste volgorde beginnen met Dortmund. Voordat we beginnen, we moeten even een shout-out doen naar... Of moet niet, hebben we afgesproken. Shout-out naar Hans van den Boogaard uit Alem. Hansie is een trouwe kijker. En onze editor die wilde graag in het stadion zijn. Ja. Ook voor beelden, et cetera. Hele mooie beelden gemaakt. Ja, hele mooie beelden. En we kwamen een jongen tegen, die had een kaartje te koop, zeg maar, Hans. En was best wel een duur kaartje. Oh, dus, op het vak van Dortmund, niet op het vak van PSV. Op het vak van Dortmund. Okay. Op het vak van Dortmund. Geen zorgen, PSV. Wij zijn goede jongens. Maar het was best wel een hoge prijs voor dat kaartje. Maar hij heeft er echt heel veel afgedaan, zodat wij hem even een SO zouden kunnen doen in de podcast. Dus bij deze. Waarvoor dank. Ja, waarvoor dank, Hans. Hans van de B. Vielen dank, de Hans. De Hans. Dank je, de Hans. En even voordat we beginnen met over de wedstrijd, Away Day Party.
Top georganiseerd. Alles was geregeld. Er was muziek, er was eten, er was bier, er was vuurwerk. Toiletten waren toiletten grandioos. Top. Mensen waren zo mega enthousiast. Ja. Zo. Niet normaal. Ja, top, ik was het plein, ik denk, nog geen minuut op. En er kwamen echt zoveel mensen. Begon ik over de podcast. En dat is toch mooi, man. Ja, dat is heel dat is mooi. Toch leuk. En dat doe je toch voor. Dat mensen enthousiast worden. Daar word je zelf ook wel enthousiast van. Ik vond het gewoon één grote samenhangende berg plezier. Ja, was het festival gewoon of zo. En, ja, nee, maar, en die bollen die draait goed, joh. Lekker. Bam, 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 bam. Op tegen, gas erop. Ja, ja, heerlijk. Maar ook Jani, ook Rugged, ook Raffuente, iedereen was er. Ja. Heerlijk, man. Topdag. Ja. En nu over de wedstrijd. Wat vonden jullie ervan? Pascal, begin jij maar. Een beetje on-PSV begonnen. En ik denk dat we een beetje, weet je wat het is? We hebben het ook met Feyenoord ook over gehad. Je hebt hele tactiek. Je hebt in de bus, in de kleedkamers, in de hotel. En dan kom je die wedstrijd in en mee, 3 minuten in de wedstrijd, sta je 1-0 achter. Ja, dan ken alles, ken de prullenbak in. En ik heb een beetje het gevoel, en dat hoorde ik ook van supporters om me heen. Ik denk dat PSV echt even onder de indruk was van die snelle 1-0 achterstand. Waar ik al bang voor was. En, dat het daardoor eigenlijk even wegviel. En daardoor heeft Bos rond de 20ste, 25ste minuut even een omzetting gedaan. 1-1 gezet, begreep ik. Ja. En dan zie je het alweer grip op de wedstrijd krijgen. En dan zie je eigenlijk dat wij helemaal niet onderdoen voor Dortmund. En Bos gaf dat is het ergste, dat hij niet onder het verdorg moet. Ja. En dat de eerste half uur, dat dat wel zo lijkt. Ja, ja. Ja. Maar wel mooi van Bos. Zo goed waren ze niet. En, ik denk echt wel, dan kun je op een gegeven moment, als je Tilman links zet. En iedereen zegt, waarom staat Lozano erin? Maar bij Lozano was het ook geen zekerheid geweest. Nee. Als we dat we beter al gespeeld hebben. Hij viel goed in. Maar je weet niet, als hij begonnen was, of het dan in één keer heel anders was. Alleen, ik vind wel, als ik even mag, sorry. Zeker. Dat Schouten die had op middenveld moeten staan. Ja. En dan vind ik Mauroven vind ik van de Nederlandse competitie prima. Die kan is prima stand-in. Maar ik vind Europese vind ik, dan komt hij tekort. Had je dan wel met Boscagli achterin begonnen, toch? Ja. Ja, met Romario. Romario. Had ik met Romario ingezet. En die twee die zijn zo goed samen op middenveld. Is ook hetgeen wat en heb je Europees nodig. Is ook hetgeen wat Bos ook toegaf. Dat hij in principe met de verkeerde opstelling begon. Ja, maar dat is ook kwaliteit. Maar doelde dat op Tilman? Met Lozano of doelde echt dat Schouten door... Schouten overal Mauro. Waren we te laat. En overigens, daar kan ik zelf de schuld van. Mauro heeft zich wel kapot gewerkt. Ja, goed. Niks ten nadele van Mauro. Alleen, ik had dan op een gegeven moment gezegd... Hij ging op een gegeven moment wissen. Dan had ik nog liever Dest links voorgezet dan Van Aanholt links achtergezet. Ja. Maar die Dest is zo snel met die voetjes links. Die gast, als ik die zie voetballen, ik heb gewoon een erectie krijgen. Ik blijf erbij kijken, als je dan de 1-0 analyseert. De fout van Tilman. Mm-hmm. Ik vind hem echt defensief. Ja. Hij loopt met de man mee en de man hij rent bij hem weg. En hij komt pas in actie en denkt, oh shit, hij krijgt de bal. Weet je, dus die 1-0 had gewoon echt niet gehoeven. Maar voor de rest... Om het op te nemen voor Tilman. Ik vind die jongen, die heeft geniale kwaliteit. Dat klopt, maar nog steeds gaat hij in de fout bij die 1-0. Tuurlijk, maar... Dus dan kan jij de beste voetballer ter wereld zijn. Ja. Als jij in de finale staat en je maakt een beslissende fout, is het gewoon jouw fout. Ja, maar was dat een beslissende fout? Ja, dat durf ik ook niet. Dat vind ik wel, want je staat na 3 minuten gewoon met 1-0 achter. Ik vind het alleen erg dat je al meteen in het begin van de wedstrijd ziet dat zij gaan scoren. Of dat je gewoon weet, dat doelpunt kan anders aankomen. En die valt dan ook, en je zag het al. Hadden jullie die verdediger gezien? Ik dacht dat ik mezelf op het veld zag, man. Niet normaal. Maar eerlijk is eerlijk, als ze mij in die wedstrijd zetten, maat, met mijn 100 kilo, want ik ben nou 20 kilo. Als jou de veld afgaat, dan zat de veld bestond. Maat, dan kun je mij, vriend, luister, dan kun je mij met een brancard van het veld afhalen, maar dan geef ik alles wat ik heb. Pas op, snap je? Dat weet ik, maar dan willen die op het veld staan, doen dat ook, hè? Ja. Natuurlijk. Het ziet er zo niet uit, omdat je gewoon... Hun je werd gewoon weggespeeld het eerste half uur. Ja. Je werd gewoon overklast. Je werd overklast en je was overal te laat. En dan ziet het eruit als dat je niet wil, maar je wil wel. Maar dat is zo moeilijk als spelers om te zetten in de wedstrijd. Ja. Want ik ken dat gevoel dat je echt een half uur... Had jij niet vaak meegemaakt. Maar als je naar die wedstrijd kijkt en Luc scoort... 9 van de 10 keer scoort Luc zo'n bal. Ik neem hem niks kwalijk, dan werd hij zo hard te slompen. Topleider. Ja. Maar stel nou dat hij hem wel had gescoord. Dan hadden wij vleugels gekregen. Dan hadden wij die wedstrijd gewonnen. Dat voel ik gewoon. Ja, is ik wel bij het eerste half uur weer vergeten. Ik was wel van overtuigd... Dat hij nog ging vallen aan ons, of voor ons. Ja, dat gevoel had ik echt. Ik denk echt, dat gisteren heb ik dat ook gehad. Dat balletje van Luc. Ik moet alleen zeggen, gisteren had ik de laatste 30 seconden. Ik dacht, nou gaat hij niet meer vallen. Maar dat gevoel had ik woensdag in Dortmund ook. Ik denk, wij maken hem dadelijk gewoon nog. Ja, dan komt die kans van Luc fucking hell. Ja, als je 1-1 dan had ik ook het gevoel, dan ga je winnen. Dan ga je hem pakken. Dan was je hem dan pakken. Want je merkt het ook aan de supporters bij de 2-0, sorry. De ontlading deed mij denken aan de halve finale in Milaan. Toen Shevchenko, hoe heet hij? Ja, die blonde. Thomasson, die scoorde toen die 2-0. En dat klapte daar in het stadion van opluchting. En dat voelde ik bij Dortmund weer. En dat zegt toch heel veel over ons PSV. Ja. Nou, ik wil ook nog wel iets over Dortmund zeggen. Het is echt niet normaal, jongen, die gele wand daar. Als je dat meemaakt. Ik vond het echt vet. Het was echt overhyped. Oh, ik vond het wel gaaf. En wat ik ook vond... Als we jongen, niet doen. En wat ik ook vond, als bijvoorbeeld...
Kijk, en ik vind daar gewoon saai in PSV in het Philips staan. Dan vind ik het saai. Als ik dan daar kom, iedereen zit daar in het zwart en geel met zijn sjaaltje te draaien. En dan zegt hij, onze Tuskara! Daniel! En dan gewoon 81.365 man, want zo gaan erin. Ja, maar nu waren minder nu, hè, Europees. Ja, was echt bijzonder, man. Nee, maar, toch waren 81. Wel, oh, ja, ik dacht, die vent die zei aan het begin, we zijn het als verkoud. En op het einde noemde hij dus aanvallen. En ik begreep gisteren dat dus die regel in Dortmund er niet meer is. Van UEFA, dat ze dus die Gelderland mogen officieel helemaal als staantribune verkopen weer. Nou, echt. Hé, maar als we even zingen met z'n allen, dan komt er wel een geluid vanaf, hoor. Mooi, man. En dan zijn we op een gegeven moment met film, oh, dan springt maar een groepje in het midden van die tribune. Maar er zijn er gewoon 3000, hè? Het is gewoon heel de Oosterbune. Ja, dat is wel gek. Dat is bizar. Prachtige club, maar toch had je kunnen winnen. Ja. En dan, wat vind je dan van de trots zijn? Dat ze, dus Luc de Jong... Zo ver zijn gekomen. Ja, wel, maar ik toch... Toch is het ook echt teleurstelling. Hè? Dat je had gewoon de kwartfinale kunnen halen. En ik zie nou de tegenstander. Ik denk, ook nog van kunnen winnen. Hè? Want Feyenoord heeft ook bijna ondersteboven gespeeld. Ja. Eerlijk is eerlijk, Marcel Brands en Frans Jansen en Jaap, hè, die financieel directeur, die zijn zo teleurgesteld. En dan ping, en dan kijken ze op de Rabobank. 60 miljoen bijgeschreven. Dus de teleurstelling is heel snel voorbij, denk ik. Ja, maar die zijn ook... Die zijn toch ook sportief? Ja, natuurlijk, toch... maar ze hebben toch het maximale eruit gehaald? Nee, dat vind ik niet. Als jij zit die lood of weet ik veel en dan heb je alles aan gedaan, dan mag je trots zijn en dan is dit het. Maar je had nu verder kunnen komen. Maar dat is niet gebeurd. Nee, dat weet ik, maar het had gekund. Ooit zei iemand tegen mij, ooit, dat is nog niet zo lang geleden, die zei, toen zei ik van, als je maar je best doet, toen zei zij, je moet meer dan je best hebben gedaan. En daar ben ik over nagedacht. Want op het moment dat jij zegt, ik heb mijn best gedaan, dan geef jij een plafond aan hetgene wat je kan. En als je zegt, ik ga meer dan mijn best doen, dan ga je proberen om voorbij het plafond te gaan en dus inderdaad maximaal eruit te halen. En ik denk oprecht dat zowel Brands, Stuart en Jaap van Baar op financieel gebied natuurlijk, en je Frans Jansen met zijn Frans Jansen trein met de commercie, die doen meer dan hun best, want die willen het maximaal. Ze zijn helemaal Ik denk dat Pascal een hele motiverende slavendrijver zou zijn geweest. Ja. Je kunt meer dan je best doen, jongen. Kom. Laat hem landen volgende week wil ik horen hoe je erover denkt. Dat is echt zo. Ja. Maar wie was voor jullie een beetje een dissonant dan in Dortmund? Dissonant, ja, Firmen vond ik echt goed. Ja. Vond echt goed. Ik vond Schout ook goed. Dissonant, Tilman vond ik best wel tegenvallen. Vond ik ook tegenvallen. Van de eerste helft vond ik slecht. Tweede helft was hij inderdaad beter. Ja, Mauro vind ik dan eigenlijk toch tekort komen op dit niveau. Ja. En ik kan de jongen niks aan doen, want die wordt ook overal neergezet. Maar dat zei. Voor de Nederlandse competitie kan je hem Ik denk dat wij massaal de eerste 25 minuten gewoon een beetje door het ijs zijn gezakt. Ja. En dat we daarna herpakt hebben met de aansturing van Bos. Maar zou dat ook niet te maken hebben met het feit dat je in een stadion speelt waar 180.000 mensen zitten en dat je kwijt? Heb je dat toen niet mee toen jij voor het eerst last van Tarek? Ik had nergens last van Tarek. Ik speelde Fenerbahçe uit. Dat was ook niet vaak nuchter, toch? Fenerbahçe uit speelde, waren 50.000 man, maar die maken meer kabaal als die Dortmund-fans. Ja. En daar ben je wel vol indruk. Maar met die wedstrijd hoor je dat op een gegeven moment, raak je ook aan gewend. Met de warming-up denk je nog van zo. En fluiten als je naar fluiten hebt. Maar dat is tegenstanders, dat is niet erg. Kijk, je eigen publiek uitfluiten, dat voel je wel. Maar van de tegenstander krijg je alleen maar meer een kick van. Maar qua onderling coachen? Ja, dat is niet te doen. Je verstaat elkaar niet. Maar is dat bijvoorbeeld in het Philipsstadion wel te doen? Nee, ook bijna niet. Nee, dat is al. En dan moet je naar, of vaak moet ik oppassen wat ik zeg, iets te stil nog. Ja. Ja. En dan kun je elkaar echt wel verstaan. Maar als ze echt gaan zingen, dan ben je dat is kansloos om elkaar te Maar ik vind het wel grappig, want jij zegt nou, ik ben het mee eens, is vaak te stil. Jij zei het nou net ook. Maar wat ik grappig vind, ik lees dat en hoor dat overal, het Philipsstadion sfeer kan beter en dit en dat. Die jongens, die groep, vooral in het midden op het oost, die schreeuwen er niet. Of we nou met 1-0 voor staan, of staan met 3-0 achter. Aan hun ligt het niet in ieder geval, nee. Het is een kleine groep die altijd zingt. Dat is hartstikke mooi. Die halen alles in de gang. Maar die moet je nog meer meekrijgen. Maar als je dan Twente publiek ziet, een uitvak, 1600 man, allemaal zingen, 90 minuten lang. Maar eerst mag er best ook een trommel zijn. En nou hoor ik die nog. Ja, maar een trommel kan niet de reden zijn dat iemand gaat meezingen. Nou wel, ik heb schrift van. Trommel een beetje gek wel. Jullie misschien ook, maar ik heb ook op verschillende plekken in het Philipsstadion gezeten. Er zijn gewoon, en ik ga dan niet precies die plekken noemen,
noemen, want dan krijgen we er dadelijk weer reacties. Ja, ja. Maar gewoon ook hele vakken die gewoon niet meezingen. Of nee. liedjes niet kennen. Of ja. weet je, dat... Ja. ja, dat is toch raar, want er zo is moeilijk alweer deze zijn, op internet, op YouTube, die posten alle nieuwe nummers. Ja, daarom. Dus je kan echt... Maar ja, come on PSV, daar ken ik ook wel door. Maar Harry en Tina uit Schijndel van 65, die gaan daar echt niet op zoeken. Nee, daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Het is heel makkelijk gezegd door te zeggen... het is heel stil in het stadion. Dan is mijn vraag vaak weder van, wat doe jij eraan? Ja. Nee, dat is wat doe jij eraan? Nou, ik heb wel respect. En dan zeggen ze, ja, ik mag niet zingen, dan moet ik gaan zitten. Van wie moet je scheiden hebben, je moet wel gaan zingen. Ja, ik heb ook respect voor iemand die 90 minuten lang aan het zingen is. Ja, dat moet je eens doen. Ja, dan denk ik, ga ik pot. Nee, dat is niet te doen. Dan dus dan denk ik al, hoe we halen ze vandaan? Goed, nee, ja, absoluut. Staat 2-1 achter. Die gasten blijven gaan, joh. Ja. Helemaal gek. Ja. En wat ik altijd leuk vind is... Mij lukt het op dat moment. Het zou altijd moeten zijn, eigenlijk, zoals ik ernaar kijk, mijn mening, zoals het bij Champions League wedstrijden is. Die sfeer, ja, vind ik ook. Echt, echt, maar dan is dat normaal. Maar ja, dan krijg je Excelsior op bezoek. Ja, succes om dat na te boosten. Dat gaat niet. Bij de spelers niet en bij het publiek niet. Dat is gewoon een wisselwerking ook nog. Dat bij Dortmund tegen de Laagvliegers is zo laag als tegen ons. Ook anders. Bijvoorbeeld in Sevilla, dat is ook een groot stadion. En daar deden de mensen heel veel om klappen. Ja, dat ook een beetje. Ga je daar erin brengen? Nee, dat ga ik niet inbrengen, maar het is overal iets, laten we maar zeggen. Ik zeg gewoon, begin op jouw eigen plek en probeer mensen mee te krijgen. En als ik heb een idee, de vuvuzela terugbrengen. Oh, ja. Ik heb dat meegemaakt, het staat in Afrika, dan ga je kapot, ja, zo'n klote dingen. Ik heb het ook, in de ene moment ga ik plank gas. Tik die vuvuzela. Nee, maar in andere momenten zit ik zo in die wedstrijd, jongens. Zeg je, amazing, maat, ik ben PSV, weet je al. Nee, maar dat is ook nog. Hij was helemaal los. Ja, maar dat is dan net een moment dat ik losga. Ja. Filmen ze me 2 minuten daarvoor, dan sta ik echt de wedstrijd te volgen. Ja, zo. Telefoon in mijn handen en zo. Maar goed, even over de wedstrijd nog. Hebben jullie nog verder iets? Anders ja, ik heb nog wel iets te zeggen, ja. Oh, nou dan gaan we eens even zitten. Dat is de vader is schuld van boos. Oh. Ben boos op Valentijn Driessen. Oh ja. Oké. Okay. Ik zal jou zeggen waarom. Ik vind Valentijn, ik vind het volgende. Valentijn Driessen, als PSV, die doet het goed. Dan zegt hij in de krant, oh, Ernest Stoert, geweldige vent. Kijk wat hij heeft gedaan. Gaat het een keer iets minder, verliezen we in de 8e finale van de Champions League. Dan zegt hij, Marcel Brands, en Ernest Stoert een beetje, die zijn verantwoordelijk voor het niet aantrekken van een verdediger. Ik vind daar gewoon een zwartgallige, vervelende vent. En die is gewoon jaloers op Marcel Brands, omdat hij nergens in een uitzending gaat zitten. Behalve die van ons. En ik kan het ook begrijpen. Ik ben hem gaan analyseren. Die gast heeft gewoon een modaal salaris waarschijnlijk. Woont ergens. Die ziet iedereen om zich heen succes hebben. En die denkt bij zichzelf... Ja, kut, sorry man. Maar ik denk dat ik wel even iemand helemaal zwart maken. Ik vind het niet terecht. 100% mee eens. Alleen ik denk dat dit gewoon zijn handelsmerk is. Ja. Hij zit niet voor niks aan tafel. Als hij meeloopt met iedereen... Dan zit hij niet bij VI aan tafel. Ja, maar hij bent wel eens. Het is heel irritant, want ik ken hem persoonlijk. Ik vind het een aardige man. Alleen als ik hem dan zo zie zitten, dat is gewoon... Functioneren. Hij moet gewoon negatief... Ja. Het nieuws brengen, anders heeft hij eigenlijk ook niks te zeggen. Hij is gewoon een typetje van zichzelf. Hij moet het doen. Jij bent een hartstikke aardige collega, goede collega, super aardige man. Maar zodra die camera aangaat, dan wordt hij droepie. Ja. We hebben hem toch ook een fles azijn gegeven. Ja, ja, via Rick Elfrink. Maar hij gaat ook in zichzelf geloven, want hij wordt overal uitgenodigd en iedereen luistert naar hem. Dan krijgt hij wel kritiek, maar daar geeft hij niks om. En hij denkt, als ik zo doorga, iedereen vraagt me, dus wat kan mij het schelen? Op het moment, als jij praat over die Lucas Moura, ja, die kent er helemaal niks van. Hij heeft nog nooit een doelpunt gemaakt. Schieten vervolgens de winnaar van Amsterdam in. Die Amsterdammers die moeten naar Real Madrid. Ach, gaan ze niet redden. Ik blijf thuis. Op een gegeven moment moet je ook bij je eigen daad... Misschien, ja, misschien moet ik maar gewoon een keer mijn mond gaan houden. Ja. Misschien moet ik maar gewoon de wedstrijd analyseren... in plaats van... Hij is te veel in zichzelf gaan. Als hij de Derksen en alles meekrijgt... dan voelt hij zich eigenlijk wel sterk. Ja, en dat krijgt hij. Dus dan... Ja, ook niet altijd. Want Derksen is niet altijd met hem eens. Nee. Ik vind hier dat wel redelijk... Klopt, maar die maakt hem niet maar af. Ik heb het gevoel dat hij specifiek richting Marcel Brands gewoon iets heeft. Zouden wij hem hier aan tafel kunnen krijgen? Als we nou een oproep doen? Denk het wel. Ja. Valentijn Driessen, schuif een keer aan in de Rode Podcast... Maar dat gaat hij niet doen. Ik hoop het, maar dat gaat hij niet doen. Waarom niet? Ik zou dat mooi vinden als hij hier op tafel... alle 4 onder tafel. Ja, zitten hier als 4 kleine mannen zo. Dadelijk... Ja, Valentijn. Goed, Valentijn. Hoi, Valentijn. Ik zou dat wel echt... Cupidootje meenemen, weet je wel. Maar goed,
Dus dan even over Dortmund. BFTS en Light of Madness hebben een kampioensshirt uitgebracht. We zijn nog geen kampioen, hè? Er zijn nog hordes te nemen. De shirtjes poppen als bloempjes uit de mond. Ja, en het shirt waar ik het net over heb, komt ook even in beeld als het goed is. En bij de volgende aflevering hebben we ze ook fysiek bij. En dus dan gaan we ook, als het goed is, een winactie doen. Dus dan kunnen ze het ook winnen. Dus hou alle pagina's in de gaten. Dan, we hebben ook witte, rood-wit podcast strings. Alleen voor mannen. Nee, voor vrouwen. En als ze hem lang genoeg aanhouden, wordt die rood-wit vanzelf. We zijn er niet op ingesprongen in ieder geval. We gaan naar Twente gisteren. Goal, wat je al zegt, 97e minuut. Kan geen toeval zijn. Eltren, Peppi. Heel goed werk van Luc de Jong, vond ik, tevoren. En Luc. Nou, dan springen we helemaal naar de 97e minuut. Dat is jammer, maar goed, we hebben het er toch over. Maakt niet uit. Hij wees naar Peppi. Drie seconden voor die goal. Ja, die bal die hij dus schat. Hij wees naar Peppi. Dus Lozano liet hem extra gaan, denk ik. Ja, Lozano dus die denkt, stapte, was een overstapje. Ik heb overigens over Lozano, ik heb begrepen. Hij schijnt op dit moment in het ziekenhuis te zijn. Dat is geen grap. Op bezoek? Nee, serieus. Bij de poten worden rechtgezet. Ja, maar dan moet je voorstellen dat jij struikelt of zo. En net die bal erop, man. Hij was niet zo makkelijk, die bal. Hè? Nee, het was echt een moeilijke bal. Nee, was jammer. Nee, hij had wel last van die tegenstander. Dus hij zat met kort op. En de tegenstander van hem. We moeten hem blijven beschermen. En het rinkt een gastrietje van de derde rij voor rechts. Ja, maar stiksel los. Nog steeds ben ik overtuigd dat Lozano beter rendeert op rechts. En zet Bakayoko eens een keer dienend op links. Maar wanneer zie je dat dan? Want je ziet het niet. Je mag Lozano op rechts zetten en Bakayoko mag ook wel een keer gaan zitten. Nou, vind ik ook wel, ja. Nee, dat is niet erg, hè. Een keer jonge gast. Dat is voor sommige spelers ook goed, hè. Af en toe een keer op de bank. En dan komen ze weer scherper terug. Want ik wil gewoon weten waarom Bos dat dan niet vaker... Bijvoorbeeld dat hij zegt, weet je wat het doet, jongens? Doe maar om de 10 minuten een keer wisselen van dat deed ze wel, als je goed kijkt. In de tweede helft waren ze ook weer van posities aan het wisselen. Eén keer heb ik daar echt gezien. En toen ging je meteen weer terug ook. Hey, en even aandacht voor die wereldredding van Unnerstal. Niet normaal. De jong keek ook echt zo van... Hoe dan? Die zit er 100% in. Die kijkt echt, hoe is dit mogelijk? Dat vond ik echt een mooi beeld en trouwens. En nog een ding. Dat is ook wel iets. We hebben het over Unnerstal. Maar Benitez heeft ook goed gekeken. Maar zeker. Even terug naar Unnerstal. Weet je, de eerste reactie was, wat de ugh. Want ik zie Luc koppen. Iedereen die staat, die zit. En je ziet een keer een handje gaan. Ja. Iedereen vloeken. En ik stond op een gegeven moment, ik ben gaan applaudisseren. Ja. Maat. Dat soort reddingen moet je koesteren. Ja, zie je heel weinig. Maar dat is wel een keeper ding, hè? Dat is wel een keeper. Ja, je moet dus eerst kijken naar het beeld hoe die jongen ook weer die bal aanvalt. Joh. Ja. Maar die tegenstander van Twente, hoe die dan... Die ga je er echt aan, hoor. Dat is niet normaal hoe hij die bal aanvliegt. En nu we het toch hebben over keepers. We gaan het aan de keeper. Ja, Benitez vind ik ook terecht dat hij doet, want ik viel me niet. Maar dan gaan we aan de keeper in ons midden gaan vragen. Had de goal afgekeurd moeten worden van Boadou? Als jij spelregels technisch gaat krijgen, dan mag je hem afkeuren. Maar ik denk als ze hem niet hadden afgekeurd, dat er niemand iets van... Nee, ik vond het echt niks. Hij kopt en dan komt hij een beetje tegen Benitez aan. Maar dit doet hij niet goed. Benitez komt laatst hij, ja. Ja, maar als je in de lucht springt en iemand beukt tegen je aan als keeper in de zwijt... Dat was verhaal. Hij beukt niet, maar hij kopt en hij raakt hem daarna. Hij raakt hem wel aan, maar niet echt een beuk. Dus het is gewoon 100% doelpunt. Boadou vond ik wel heel vervelend wat idee met het publiek. Heeft Kooi een beetje zijn fout goed gemaakt hiermee? Ja, denk ik. We gaan het niet suggereren. Nee. Kooi staat er niet zo heel goed op. Maar die 97 minuten ontlading, die deed mij denken aan Milaan. Dat ging ook... Ja, dat is vet. Echt net vertellen. Ja, die staat erover. Maar goed, wat mij ook echt geïrriteerd heeft gisteren bij Studio Voetbal, zeiden ze tegen Theo Jansen van PSV 42 wedstrijden ontslagen. Eerste wat hij zei, maar dat ligt aan de Eredivisie. Tuurlijk. Maar dan hadden Feyenoord, Ajax, AZ toch ook dit moeten kunnen halen. Bullshit. Theo, je bent best een beetje dichtgooid. Ja, maar dat ligt niet aan de frikandellen. Dat is dezelfde antwoord. Ja. Lekker man, grappig Theo, hè. Kom, ja. Willen we die ook hier hebben? Of ja, joh, zet de asbak maar neer. Maar, totaal geen PSV toch verleden. Toch wel een goede televisie, ga ik je vertellen. Ja, lachen, man. Ik heb er echt wel weer horen. Maar over de eerste helft was een beetje... Ja, dat is gewoon dramatisch. Maar zelfs Veerman en Schouten die gingen mee in de malaise. Ja, ik vind Schouten best in de benen. Ja, maar het mag ook wel een keer. Schouten is beter in fouten maken dan Veerman. Nou, ik vind Schouten eigenlijk wat ik heb gezien misschien nog wel beter achterin.
omdat wij zo hoog spelen. Nee, ben ik niet mee. Ik vind Ramaljo eigenlijk best wel een fysieke. Ik vind een van de betere eerste. Ik vind dat Schout en Veerman vaak elkaar ook een beetje in de weg lopen van wie gaat nou het spel maken. Maar het is vaak op het moment dat het niet draait. Op het moment dat het draait, dan zie je dat het loopt blindelings. Ja. En gisteren zaten wij in, ik weet niet, misschien was het vanwege de midweekse wedstrijd. Misschien was het toch allemaal wat zwaarder dan we allemaal met elkaar dachten. Het is misschien toch einde seizoen, weet je wel, druk gehad. Het zal op een gegeven moment wordt het ook een beetje minder. Ja. Hè? En als je dan, wat jij zegt, als je dan blijft winnen. Als je net een nieuwe vriendin hebt, even niet op jou gericht, op iemand anders gewoon. Als je net een nieuwe vriendin hebt, hè? Of doe maar op jou. Als je net een nieuwe vriendin hebt, in het begin, die week, is gewoon bam, 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 bam. Heb je dat nou niet meer dan? Maar na een paar weken... Heb je dat niet meer? Zakt het een beetje. Na een paar weken zakt het toch een beetje in. Bij mij niet. Nee. Dat is en dan, een slecht voorbeeld. En dan langzaam groeien naar een continue basis van een dagelijkse routine. Eén keer per jaar. Ja. Alleen maar één keer. Dat is echt, man. Nee, maar dus je kunt niet elke wedstrijd goed spelen. Nee, maar we hebben natuurlijk ook topwedstrijden gespeeld met die twee op middenveld. Ja, natuurlijk. Het is ook niet dat het niet kan, hè. Maar ik en je zag bij op een gegeven moment met die kans van hem, de 1-2'tje, dubbele 1-2 was echt mooi, hè, met die jongen. Ja, dus waar die kansen komen, de eerste schot van Schouten naar die kopbal van de jongen. De Jong. Ja, maar gisteren ook de geroemde Boskagli leverde alle ballen in. Ja. De eerste helft helemaal. Werkelijk alles. Ja. Het was gewoon het totaal, functioneert het niet. En nogmaals, iedereen heeft wel een keer zijn dag. Tuurlijk. En dan waren gisteren de eerste helft te veel gewoon. Ja, ik wou zeggen, ze leven veel als nou, wij waren gisteren nog even op bezoek bij een bepaald iemand in een bepaalde box van een bepaalde familie. En daar zat een Twente-supporter. Ja, die had ik meegenomen. We zitten dit winnen niet. Ik zeg, je zet die ondertiteling aan, vriend. Dat is niet te verstaan, hè? Ik heb een godje. Mooie vent weer, hè? Dus we hebben gedaan... Dat is een vriend van mij, Etienne Gort, maar we noemen hem al het godje. Goed, mooie mens. En die leerde kennen via Jeroen Heubach bij FC Twente. Oh. En sindsdien, we zijn één keer op stap geweest en wij bellen elkaar al 23 jaar elke dag. Want die Jeroen Heubach, die kan je ook niet goed verstaan, hè? Als die praat allemaal hetzelfde. Ja, geweldig. Nee, geweldig. Geweldig. Maar hadden we een PSV-sjaaltje omgedaan en snel een gifje van gemaakt. Dus nou had hij een gifje van hem met een PSV-sjaaltje. Terwijl hij hem net af wil doen met weer zijn weg. Heerlijk, gewoon. Dat is best lekker humor. Maar dat zijn de mooie dingen van het leven. En hij wilde niet naar huis. 30 maart spelen we uit tegen NEC, of NEC moeten we zeggen. NEC, jong. Moeilijke uitwedstrijd, maar ja, dus we krijgen nou interlandbreek. Er komt iets heel moois aan. We hebben natuurlijk aankomend weekend hebben we geen podcast in verband met de interlandbreek. Ja. Maar we hebben wel een hele leuke verrassing waar we niks over kunnen zeggen. Dus jullie kunnen in het weekend weer iets verwachten in ieder geval. Dus dan gaan we nu even naar de reclame, denk ik. Mooi. Doei, doei. De Rood-Wit podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Mango Meubels. Met een groot en divers aanbod van Mango Hout zit er altijd iets voor jouw droominterieur bij. Met de kortingscode PSV10 ontvang jij als trouwe luisteraar 10% korting op het gehele aanbod. Nederland Zelftal, hadden we het net al even over. Veerman en Schouten, gaan ze veel minuten maken samen, denk je? Ja, dat denk ik wel. Jullie? Ik hoop het. Denk ook. Ja, Ding is geblesseerd. Frenkie is er niet bij. Ja. Die zijn die andere maar die Reinders, ik moet zeggen, Reinders, Koopmeiners, die zijn toch niet beter? Nee, vind ik ook niet. Vind ik, het zou schandalig zijn als ze geen minuten zouden. Alhoewel, Koopmeiners wel knap vinden. Hoor. Dus die en Reinders doet het echt, heel goed. En scoort veel. En Reinders is natuurlijk ook wel echt de bij Milan, hè? Elke week. Zeker. En als je die beiden erin zet, die hebben speelervaringen met elkaar. Dus je vindt elkaar veel gemakkelijker, neem ik aan. Nee, dus die zouden zomaar één wedstrijd kunnen gaan spelen samen. Ja. Ik denk wel dat de bondscoach dat wil gaan zien. Bos vond dat hij één naam miste, Jordan Teese. Ja, maar als jij heel eerlijk, als jij Dumfries en Frimpong hebt, dat. Dan... En hij zei ook, zoals hij tegen Dortmund speelt, dan is hij echt Nederland zelf al waardig. Ja. Zeker. Hij heeft natuurlijk ook wel iets minder gespeeld. Vond hem gisteren ook weer dat hij die kans kreeg. Die was gewoon ingooi. Weet je dat niet meer? Tweede paal. Dat er een kans kwam voor deze, best wel een grote kans. En hij zit de finaal mis. Maar die bal had hij nooit mogen schieten. Nee, want maar hij zit vlak voor tijd. En dan moet je kijken wat je beste opties zijn. Alleen ik had gisteren op een gegeven moment de laatste 10 minuten, een kwartier had ik het idee dat iedereen man of the match wilde worden. En daarbij ook Luc de Jong, die had op een gegeven moment schoten die bal in het zijnet. Ja. Ik dacht van maat, als je hem gewoon teruglegt, is het vrij inschieten. En daarom, en dat had het te veel. Bakker had er last van, Luc had er last van. Ja. Maar ze gingen er wel voor. Uiteindelijk kreeg je die counter om door. Hè? Ja. Ja, 100%. Ik weet niet wat je van Bergen deed, dat was maar geluk. Hoor. Hij wilde volgens mij omspelen, want die bal had de goal niet gehaald. Zijn aanname voordat hij... Die was te ver weg, en toen wilde hij iets doen, maar die bal had de goal niet gehaald. Had er gewoon langs kunnen rennen. Weet je wie ik ook altijd gevaarlijk vind van... Die Sam Stijn.
Ja, ik was heel blij dat hij niet speelde. Weer. Ja, ja. En dat is hun topscorer, hè? En die viel de vorige keer ook echt de tweede helft heel goed in. Ja, dus ja. Ik denk, die speelt zeker. Maar een hele goede voetballer. Maar goed, dat was... Onze vriend Peppi, heel hoog aantal goals in het beperkte aantal minuten dat hij heeft, staat ook bijna niet in de basis. Ja. Nee, maar goed, maar dat gaat wel komen. Nee, maar dat snap ik. Kijk, je hebt met Luc de Jong gewoon in principe... Kijk, hij staat nu 3 of 4 wedstrijden op rij droog. In een korte periode. Maar dat is in principe, hij draait gewoon een topseizoen. Ja, dan is er helemaal geen reden om hem te vervangen. Maar hoe fucking lekker is het dan? Maar hij klaagt ook niet, want hij heeft er geen reden om te klagen. Nou, dat kan ook niks zeggen, want je voorganger, of in dit geval de Jong, die presteert. Ja, nou, precies dat. Bos zei gisteren dat hij in begin van het seizoen nooit Peppi en Luc samen had met wissels erbij had gedaan. Alleen nu, de laatste tijd, probeert hij dat wel weer meer om hun samen in het elftal te kunnen krijgen. Dus krijg je een scorend vermogen niet. Ik vind als je dan een Peppi gaat wisselen, dan kan ik begrijpen met Bakayoko op rechts en Lozano op links. Maar ik vind als je een Luc de Jong hebt, dan moet die dienen naar Luc. En die moet gewoon bal op zijn hoofd krijgen. Die gast die scoort van alle rangen en standen. Maat, we hebben nou 41 wedstrijden gespeeld. Ja. We hebben er 2 verloren. We hebben er 4 of 5 gelijk gespeeld. Daar ben ik heel blij mee ook. Ja, dan ga jij zeggen dat het systeem van Bos eigenlijk niet klopt. Nee, dat is niet wat ik zeg, maar ik zou dat wel graag willen zien. Want ik denk Waarom? Als jij succesvol. Ik zou dat graag willen zien, omdat ik vind... Dat Luc de Jong, en heeft hij bewezen, een van de beste koppers van de wereld is. Hij heeft er 28 in liggen, man. Ja, vind ik heel knap. En het zou er misschien wel 50 kunnen zijn. Nee, joh, schei uit. Maar denk je niet dat hij in de komende wedstrijden... Dus je hebt NEC uit, dat is een lastige. Dus dan zal hij nog zelf gaan spelen. Dat hij daar kan gaan proberen met Peppi en de Jong. Zeker. Tegen minder tegenstanders. Ik zou tegen NEC nog niet doen. Nee, dat doet hij denk ik niet. Nee, maar daarna gaat hij... Kijk, als Bakayoko zo blijft presteren, dan ga je toch een keer iets anders proberen. En dan kan het gewoon, want je gaat ook met een Peppi, ga je ook je wedstrijden winnen. Maar oprecht, we hebben het er al een keer eerder over gehad. Ik denk, als jij daar die titel binnen hebt... Ja, dan kun je dan zomaar eens kijken. Okay. Ja, man. Niet goed. Wat blijft hij? Wat blijft hij? Even een paar kleine mededelingen. Wat ik leuk vond om te vertellen. Brent Wade opgeroepen voor het Engelse nationale elftal. Dus dat vind ik wel knap. Ja, heeft vorig jaar nog bij Jong PSV. Maar ook overigens. Everton draait echt als een malle pietje daar. Ja. Terwijl die punten mindering hebben gehad, hè? Heel veel. Nee, die staan 14e. Ja, maar die hebben heel veel punten mindering gehad. Oké. Klopt, ja. 10 punten. Er staat min 10 achter. Klopt. Ja, dat was het, ja. Klopt. Ja, dan vind ik het wel knap. Ja. Saibari is, als het goed is, na de interlandperiode weer terug. Stond vandaag weer op het trainingsveld bij Jong PSV. Oké, daar ben ik wel blij mee. Sami Bouhoudane, 16 jaar, gedebuteerd bij Jong PSV. Jong PSV, jongste speler ooit voor PSV in het betaalde voetbal. Is echt een mega groot talent. Ik zeg dat ook al een paar jaar tegen vrienden van... Die komt er echt aan. Die speelt ook in Nederland zelf al. Maakt dat is leuk, hè? Leuk om te volgen, zeg maar. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe lang die nog contract heeft. Dus, en voordat we naar blessuretijd gaan... de supporters kunnen helpen om een shirt op te ontwerpen. Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk een aantal perioden geleden... hebben we met een selectief groepje... of selectief, dat klinkt zo raar, een geselecteerd groepje... hebben we met Puma samen mogen zitten. Daar was ik ook bij. Ik was een van de gelukkigen... En een van de dingen die daar zijn aangegeven is natuurlijk... Hè, we willen meedenken in het shirt. Nou, Puma geeft daar alle ruimte voor. PSV geeft alle ruimte voor. En PSV had op een gegeven moment het idee van... omdat daar zoveel beweging rond zo'n shirt is. Hè, de meesten zijn nou al... ik ben er een van al aan het zoeken. Wat wordt het nieuwe shirt voor het komende seizoen? Ja. Kijken of we de lekkages kennen vinden ergens. Weet je al, vaak wel, hè? Nederland zelf al een shirt is vandaag ook uitgekomen. Ja, of shirt wel. Die had een weken geleden al gelekt. PSV doet overigens de laatste 2 jaar best wel goed. Dus dat is zwaar irritant voor jongens zoals mij. Maar PSV die had een idee van, god, is het geen idee om supporters gewoon eens een shirt te laten ontwerpen? Ja. En dat is eigenlijk met Puma overlegd. En uiteindelijk is het ook in het klankbord gelegd. Nou, die waren reuze enthousiast natuurlijk. Mooi. Dus PSV heeft uiteindelijk ervoor gekozen met Puma om dat te doen. En dat is vanmorgen is dat gelanceerd. Dus elke supporter die geregistreerd staat bij PSV, volgens mij... Via de clubkanalen van PSV, Die krijgen een mailtje. En die kunnen dus echt... En ik heb al gekeken, echt online kan je een shirtje helemaal ontwerpen. En uiteindelijk gaan ze daar een aantal shirts uit kiezen. En dan is het bedoeling dat er uit die shirts door de supporters een uitshirt, derde uitshirt gestemd wordt. Dat is wel gaaf. Ja. Lekker man. Gaaf. Heel mooi. Ja, dat is echt super gaaf. En trouwens, nog eens iets. Die andere collectie is al helemaal uitverkocht. Ja, maar dat roze. Ja, maar dat was binnen 5 minuten eruit. Ja. Zonde man, dat is mooi. Ja, het was ook een bevestiging dat er dus een vraag naar is. Ja, ik vind het toch knap hoor. Elk jaar een thuisshirt, uitshirt, derde shirt. Ik ben een godsvermogen. Maar als je iets maakt, mensen mooi vinden. En succes verkoopt, hè. Als PSV nou op die plek van die Amsterdam staat, dan had je dat shirt niet verkocht. Ja, maar succes is niet anders in het leven. Ik had vier shirts gekocht voor de kindjes in Dortmund. Ja, klopt, ja. Dat was een godsvermogen. Dat kost geld, jongen. Kun je het beter in het Philips Stadion uitgeven, man? Ook. Die hebben ze allemaal al, hè, vriend. Hoe is het?
Nu een eigen naam. Oh, ik heb eigen naam gedaan. Nee. Hij stond te malen erover. Eigen naam. Maar goed. Maar voor mijn vrouw had ik een heel bijzonder cadeau gekocht. Nou, dan komt wat dan? Een kookschort. Met nummer achterop. Met nummer achterop. Nou, dat was wel mooi. Ik was een keer voor zo'n programma, kwamen ze bij ons in de deur dan. En zegt tegen mijn vrouw, wordt u ook onderdrukt? Zei ze, dat moet ik aan mijn man vragen. Stil. Dat doet me zo denken aan dat vrouwtje en een mannetje in België, die worden geïnterviewd. Van waar heb je voor het laatst seks gehad? Oh, in de poep. Oh, moet ik daar echt zeggen? Beter op de keukentafel. In de poep. Maar goed, dan als we verder niks meer hebben, jullie niet. Jawel, ik heb nog één leuk verhaal. Ik Dortmund... En deze moest ik echt vertellen, ook van de vriendengroep waar het over gaat. Ben ik samen met John, ben ik nog op stap geweest, maatje van me. En de anderen zijn lekker op de kamer blijven snurken, want die waren mug. Sorry. Die waren echt keikapot. En dus wij de stad ingegaan, keilang moeten zoeken naar wat er nog open was. Uiteindelijk 3 tentjes gevonden. En eentje stond ze Michael van Gerwen te zingen. Maar ja, vet, dan gaan we naar binnen. Stond vol met Dortmund. Dus ja, KK, gaan we naar douchen? Ja, boeien. Toen zagen we verderop, zijn we kroeg allemaal PSV's. En laten we ook weer slim zijn, gaan we daar naartoe. En wij zijn naar binnen gegaan en daar aan de praat geraakt, jongen. Die gasten daar was echt, jongen. De sfeer ging erin. Laptopje achter de bar, er werden telefoontjes doorgegeven. Nou dit nummer. En heel die kroeg. Dat zijn de leukste avonden. Dat was echt super, heel spontaan. En ik stond daar buiten met een groep jongens te praten. En een vriend van hun zijn vaste kijkers van de podcast. En een vriend van hun is nog vaster. En die schijnt nogal om mij positief te kunnen lachen. Oh. En, ze zijn er wel, ze zijn er wel. Tarab, die was dus met de supportersbus mee. En die was dus al onderweg naar Eindhoven. Dus op een gegeven moment, we gaan hem bellen. We zitten videobellen en dan vind je, oh ja, godverdomme, waar ben ik hier? Ben ik klaar mee? Hij heet Cas. En ik zou zijn naam genoemd hebben. Dus een kleine shout-out naar Cas. En de volgende keer blijf jij gewoon bij je maten. Ja, we zijn Marcia Prins ook nog tegengekomen. Ja, Marcia tegengekomen. Ja. Daar hulp. Misschien ook nog iets wel leuks. Hebben we ook nog wedstrijd hebben we besproken met Marcia. Die heeft ze helemaal gestript, die wedstrijd. Dat was wel heel interessant, Marcia. Je snapt hem wel. En, maar ook een shout-out aan Marcia Prins. Ja, hele aardige. maar goed, we gaan door. Naar blessuretijd. Ik heb zoals gewoonlijk weer een aantal vragen voor Tommy en een aantal vragen voor iedereen. Beginnen met Tommy. Welke wedstrijd zou je over willen spelen en waarom? Kan positief of negatief zijn? Dat is niet eigenlijk een wedstrijd. Ik ben een keer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Oh ja. Door Van Gaal. En we hadden de beker gewonnen van PSV met Twente. En, wel? Jawel. Dat heb ik nooit verteld, jawel. Zou ik dat verhaal... En Willem Korsten, die zat toen bij Tottenham Hotspur volgens mij. En die raakte geblesseerd. En Van Gaal had naar Twente gebeld. Daar stond ook bij mij op de voicemail. Maar wij hadden dus 4 dagen feest. En wij gingen naar Mallorca, heb ik voor het nog al verteld. En toen kon ik eigenlijk... Ja, ik kon niet gaan. En ik had natuurlijk al 4 dagen feest. Moest je 2 dagen die wedstrijd spelen. Dat was niet fit. En dat was met Davis, Cocu, noem maar op. Allemaal die mannen. Dus. Dat is wel gaaf. En dan denk ik wel eens van, godverdomme. En dat is wel pas wel een beetje bij mijn carrière, ook bij mij eigenlijk. Dat een beetje knaagt. En daar baal ik wel van dat ik toen niet daarheen kon gaan. Nou, Koeman, als je nog een nodig hebt. Maar dit zou je dan, dit had ik dan echt gewoon mee willen maken. Snap ik. En dan had je eigenlijk alles meegemaakt en dan was de maal compleet. Je moet eigenlijk dat liedje instarten dan van bijna. Bijna. Ja. Bijna. En echt een wedstrijd waar ik gespeeld heb, vind ik lastig. Want bijvoorbeeld, ik heb finale ook met PSV meegemaakt. Bekerfinale hadden gewonnen, dus dan ben ik kampioen. De kampioen heb ik meegemaakt. Dus uiteindelijk toch nog wel mooie heb ik met PSV de mooiste dingen meegemaakt. Ja. Ja. Okay. Nou, mooi, man. Als je een andere positie in het veld zou mogen kiezen, welke zou je kiezen? Dan zou ik wel spits willen zijn. Spits, ja. Ja, dat lijkt me echt, als je dan Ronaldo ziet, Romario. Scoorde je veel? Of viel mee? Want op die positie scoor je ik heb niet veel gescoord, nee. 17 keer volgens mij. In het veld niet? Laatste vijf jaar niet gescoord. Oh. Maar toch. Wel bijna. Nee, maar ook in Duitsland ook ben je als enige middenvelder die al iedereen gemeen. Ik moest blijven. Ja, dan kom je echt niet in de buurt van de 16. Dus ik zou echt niet weten hoe ik moet scoren. Want de schot was ook niet... Tommy had bijna moest ik het ook niet van hebben. Alleen, niet. Mooi. Voor welke buitenlandse club had je graag willen spelen? Ik ben altijd wel Barcelona-fan geweest. En dat komt ook door... Ik ben Messi-fan. En feestjes dat is echt de beste aller tijden. Dus ik heb Messi altijd gevolgd.
En Barcelona met Xavi, Iniesta, Messi. Ja. Daar gaan wij, daar gaan wij nooit meer krijgen. Zien in ons leven. Dat voetbal, ik kan die wedstrijd herinneren tegen Real Madrid. Zat ik op het puntje van mijn bank. Niet normaal, hè? Dat was gewoon één grote rondo. Dat was volgens mij 5-0 volgens mij thuis en 5-2 in Bernabeu. Ik heb nog nooit, die Xavi ook, nog nooit iemand zo goed zien voetballen als hun. En dat vond ik zo... Bizar, hè? Maar was zo mooi. En dan gaan we niet meer. Daar gaan we niet meer meemaken. Zoveel goede spelers. En Barcelona kijk ik nu eigenlijk niet meer. Ik ben ook Frenkie de Jong fan. Maar ik vind Barcelona ook nu in een ander stadion. Dat stadion verbouwd wordt. Ja, ik heb dan... Het is anders, hè? Is anders. Dus ja, dan is anders. Merk ik wel dat het zit niet meer in mijn systeem. Ja, had je ook gezien die wedstrijd Manchester-Liverpool? Ja. Nee, ik kijk dat niet altijd. Zo, in de laatste 120e minuut, wat was het? Ja, dat heb ik niet gezien. Jeetje, man. Gelijk en de winst, toch? Ja. Ja. Maar dus Barcelona was altijd wel echt mijn club. En jullie, als jullie een buitenlandse club zouden moeten kiezen? Zou voor mij ook Barcelona zijn. Nee, dan maar wel in diezelfde periode waar jij het over hebt. Ronaldinho, Messi. Ja, Ronaldinho vergeet ik nog. Ja. Oh, jongen. Als ik voetbal... Die huile balk, nee maar. Ja, dan wordt het wel ergens waar het warm is in ieder geval. Wat is in Miami of zo, Barcelona is ook wel leuk. Ik zou niet naar Moskou gaan. Hè? Nee. Dan een tussenstopje maken in Dubai. Maar als het een lagere club zou zijn, dan ga je voor de ultieme top. Dan zou ik echt West Ham. Ja. Ah, zo Engeland lijkt me ook mooi. Ja, het oude stadion. Ook mooi. Zo zeker mooi. Had je niet, natuurlijk, had je wel gewild. Maar nou, ik heb optie gehad? Ik kon naar Real Sociedad vanuit RKC. Ook vet. Ja. En toen was ik 1,22 en ik woonde eigenlijk nog bij mijn moeder. Dus ik dacht alleen naar Spanje. Ik denk, ja, dat ga ik niet redden. Nee, of dat ga ik wel redden, maar dat is niks voor mij. Ik ken ze, maar ze zijn heel lief. En toen, die heb je gisteren gezien. Ik heb ze geabonneerd op de grote podcast. Je hebt een account aangemaakt voor... Zij snapt allemaal niet. Dus ja, doe je maar goed, dus ik kon een Real Sociedad. En Engeland is ook al een aantal keren. Glasgow Rangers is nog een keer voorbij gekomen. Vet geweest. Ja, en dat is dan heel fijn. Dat kon ik naartoe, want ook bij Wolfsburg al mijn jaar wordt gegeven. Jouw neefje was... Anders had ik dat niet gedaan. Anders had je in niet gezien. Nee, op zich, ik snap het wel. Als je daar ik had het gedaan. Als Wolfsburg niet was gekomen, was ik fijn gegaan. Moet er nog een shout-out doen? Of is dat stom dat ik er nou hier zou? Nee. Heel lang geleden. Heel lang geleden, mensen. We moeten nog een shout-out doen naar jouw neefje. Die is zoveel pittig. Moet je me even helpen? Die heeft zijn Achillespees. Sorry, nee, ik zat even Pieter mee van mijn broer te denken. Nee. Sorry. Heel veel beterschap. Ja, want hij heeft Achillespees voor de tweede keer afgescheurd. Die jongen is 19 en zit bij Jong FC Eindhoven. Ja. En die doet alles voor zijn carrière. Alles. En die scheurt weer zijn Achillespees af. Dus we denken aan jou, jongen, we steunen jou. Heel veel steun, jongen. Zeker. Mooi. Dan voor Bavaria, Pascal en Tommy. Heb je al geboekt voor de zomervakantie? Zo ja, waarheen? Zo nee, waar zou je graag heen willen? Ik heb nog niet geboekt. En ik zou toen al een keer naar mijn familie in Miami willen. Okay. Maar goed, dan moet ik nog wel het een en ander regelen, want ik kom Amerika niet in. Nog steeds niet? Dat kan dan nou? Nog heel dat verhaal. Heb je wel eens een keer gehoord, dat verhaal. Dus ik wil... En dan ga ik niet meer via Orlando, maar dan ga ik rechtstreeks naar Miami. Oh ja. En dan wil ik, ga ik nog wel een keer met... Familie, daar wil ik nog wel een keer naartoe. Is het makkelijker om naar Mexico te gaan? Want die Mexicanen schijnen wel een route te weten. Een tunneltje. Komt hij nou uit die tunnel helemaal zwart? Die blonde haartjes boven die put uit. Freeze! Hij gokt op. Goed, waar willen jullie naartoe, jongens? Ja. Jij. Ik heb nog niet geboekt. En weet je, als ik zou boeken, dan zou het echt wel daar iets warms zijn. Ik vind vakantie ook geen kou. Sneeuw. En ja, ik ga donderdag naar Ischgl, ga ik skiën. En dan is zondag in 1 staat er alleen maar sneeuw. En wind. Ja. Ja, dus prachtig. Maar ik denk dat jij ook niet veel op de piste staat, denk ik. Maar, uurtje per dag. Maar als het geen zonvakantie zou zijn, dan zou ik echt, dan zou ik inderdaad ook Amerika, maar dan zou ik echt Graceland, weet je wel, Memphis. Dan zou ik echt Tupelo, dan zou ik daar echt heen willen. Ja, ik heb wel geboekt. Ik ga naar Las Vegas sowieso binnen een maand of zo. Zomervakantie. Zomervakantie hebben we nog niet geboekt. Het wordt in ieder geval geen camping. daar ben ik wel klaar mee. Als jullie dat willen weten, podcast nummer 3. Nee, ik ga eigenlijk... Ik heb het verhaal uitgelegd. Ja, een ellende op de camping. Iets met een hond. En het ergste is, ik vergeet het altijd of zo. Wij niet. Ja, ik weet wel, een paar jaar vergeet je dat weer. Dan denk je, nou, ik koop er eens een vouwwagen of een caravan. Ja. Ik heb ooit een vouwwagen gekocht. Ik denk, nou, zullen we dan toch maar op vakantie gaan? We hadden net die kleine. Ik zeg, ja, is goed, koppel even een vouwwagen. Ik koop een vouwwagen bij die mensen. Dat is je goed? Ja, is goed, prima. Heb geld gegeven, heb de kinderen een auto, vouwwagen vol. Helemaal vol geduwd. Hoppel de bobbel naar Zeeland toe. Zette dat ding op. We gaan slapen. Ik had de airco meegenomen in de vouwwagen. Ik had de mobiele airco gekocht. Ik ga niet in de warmte te liggen, donderzat. In een fucking tent, airco. Ja, dat doe ik, ja. En, dus wat gebeurt? Het begint te regenen.
Dus die regen... Hey, begint het ding jongen te lekken aan alle kanten. Nee. Ik naar de bouwmaat. Allemaal zeilen eroverheen aangespannen. Dus super veel vocht in het ding. Ik heb weer die airco vol aangezet. Leuke vakantie gehad wel. Maar ik ben naar het einde van de knaal gereden. Ik heb de dingen zo achteruit zitten. Dag van wagen. Meer afscheid van genomen. Snap ik. Nee, dan ga ik... Ik heb dat niet gedaan. Overigens... Die ligt niet ter hoogte van hectometer paaltje 13,2. Nee, maar het was echt verschrikkelijk. Laat de klimaatactivisten maar niet horen. Ja, welke klimaat? Oh nee, nee ik, oh, ja. Daar komt al. Ik ga binnenkort gewoon... Ik vind gewoon... Ik heb respect voor iedereens mening. Ja. Maar ik heb ook een mening. Als ik je bekritiseer, is het aangaande je functioneren. Ja, heel goed. Nooit op de persoon. To be continued. Ik denk dat ik nog wel een keer naar Mike ga. Iemand die ook heel goed heeft geholpen bij Mike Vrees, een van mijn beste maten. Die zit trouwens in de special, de afsluitende. Oh ja, klopt. En die woont in Malaga. Die is daar nou zijn leven aan het opbouwen en is ook hartstikke goed bezig. Dus, ik denk doet dat het heel goed. Mooi. Ja, zeker. Doet echt heel goed. Hij is zo druk dat we hem niet meer horen. Een bekende fotograaf daar. Doet daar 1000 huizen of zo fotograferen. Ja. Hij doet echt goed. Heel goed. Ja. Dus Mike, leuk. Goed bezig, jongen. Only House heet die site. Ja. Hij fotografeert kale huizen. Kijk die kale kozijnen. Lekker, man. Oh. Oh, ja, ik hou meer van zwarte deuren. Klapdeuren. Als er maar gras voor de deur is. Zo'n zwart frame. En dan van die paarse klapdeuren. Een dikke mat voor de deur. Lekker, man. Zo'n kokosbad. Welkom! Niveau is weer. Heel goed. Nieuw, Only House, heel jammer. Gaat er wel rare mensen bij zitten. Ja, genoeg. Waar zit je in het Philipsstadion en hoe lang al? Oh, al 20 jaar. West, rij 13, stoel 13, vak K. Dus je hebt een foto van mij gemaakt, hè? Ja, ik kon super ver inzoomen en dan zie je allemaal vage dingen. Dan denk ik op zo'n blond poppetje. Dat is Tommy! Ik weet zeker dat Tommy is. Nee, dat was Schotje. Schotje die hing zo over. Kom, we gaan hier nog een bier drinken. Mooie mensen zeggen, of door. Jullie hebben wel gelachen gisteren. Dus. Ja, maar het was wel een beetje tam, hè? Het was wel tam. Zelf iets gemaakt, daar. Ja, dat doen we hebben we gedaan. Zeker. Ik had nog gesproken met de eigenaar van die box waar ik toch op die tafel aan het zingen was. Ja. Daar bleken toch wel mensen van... Van het woonwagenkant te zeggen. Ja. Dus ik tegen die vrouw is alles kijk kapot. En die kerel strak. Waar zit hij nou? Maar dat was een grapje, hè? Dat is nooit echt, hè? Satire. Bij deze. Dus, maar ik ken wel. En Pascal? Ik ga al... het seizoen gaat al 23 jaar op Oost. Dus ik zit nergens. Ja, je staat. Ja, oké. Bekend gezicht op Oost. Tommy? Ja, ik zit bij de familie al. Als ik ga kijken, zit ik bij de familie. Een tijdje de dugout gezeten. In de video ook. Ook gezeten. Warm gelopen ook. Ja. Nee, dus daar altijd. Ja. En heel af en toe met oud-spelers zitten wel eens... was dat die lounge? De Players Lounge. Ja. Legend Lounge. Nee, niet Legend. Daar heb ik ook wel eens een keer gezeten. Is dat de Philips Lounge of zo? De Philips Lounge. Dat denk ik. Ja. Dus dan zitten we met de oud-spelers wel eens daar te kijken. Dat is ook altijd wel leuk. Dat is een mooie trouwens. Ja, een heel mooie box. We hebben met familie een aantal seizoenskaarten op M. Alleen ik moet wel zeggen, dat is echt onder het uitvak. Als ik ooit nog een andere plek zou kunnen mogen kiezen, dan is dat niet onder het uitvak. Want als je een fanatieke uit, dan hoor je hun alleen maar heel de wedstrijd. En dat vind ik gewoon vind ik wel echt minder. Snap ik. Ja. Maar goed. Ik heb een idee voor een promenade waar je met je badjas kan lopen. De You and Me promenade. Ik weet zeker dat het aan gaat slaan, jongen. Frans, ik zou wel afzetten tijdens het badlopen. Ik zou het ook lekker, man. Maar dit kom je even... Ja, nee, toevallig kreeg ik een appje van de You and Me. Die doen altijd appen. Oh, appen die waar blijf je? Waar blijf je? Allang niet geweest. Tommy heeft zijn rekening niet betaald. Je bent al 3 weken niet geweest. Dan hebben ze mij. Jammer, hij probeert de koude uit te brengen. Ja, maar dat zijn de ergste. Nou, maar jij die foto's doorsturen. Die vinden het altijd leuk als ze hun benoemen. En dan zeggen we, dat is grappig. En dan krijg je een paar fotootjes. Ja, gaan wij daar een podcast opnemen ook? Keer, ja. Ik geloof het wel. Met publiek. Met publiek, ja. Oh, hello! Als de jongen meer wil sponsoren, bel Gerard. En dan... Wel lachen, man. Wat zullen we zo doen? Hello, I don't know football. Ik ben er echt oprecht nog nooit geweest. Dus ik weet het echt niet. Zijn er nog andere dingen? Want anders zit de aflevering er alweer op. Nee. Nou, ik denk dat we alles wel redelijk hebben behandeld. Hè? Ja, mochten we iets vergeten zijn, laat het weten. Over 3 weken kampioen, 4 weken? Ik denk vier weken. 4 weken. Heerenveen, dat is steeds de titel. Uit. Ja, hoeveel april dan? Want dat was gisteren wel, 25 april. Gisteren had ik echt het gevoel in de 94e minuut van... nou, heel veel supporters willen de thuiswedstrijd als kampioenswedstrijd. Ja.
dat gaat lukken. Maar ja, toen dacht Pep, ik schiet hem binnen. Ja, ja. Dus toen werd het weer Heerenveen. Maar ja, dus het kan ook uit heeft ook wel iets. Hè. Dan kun je in de kroeg gaan kijken met z'n allen. Nee, laat naar de kroeg gaan, man. Ja, ja, lekker naar Heerenveen. Ik kijk wel... Of gewoon daar gaan kijken. En noem ik dan naar huis dan? Zat ook stad 5. Nee, maar de stad is veel leuker, man. Met een leuke BMW van Laren. Ik vind ook wel gezellig. Met een BMW van Laren overzit die zich. Maar die krijgen we wel. Ja, nou, ik, luister, we halen die auto op. Geweldige auto om mee te rijden. Prachtige auto. Van wie was die ook weer? Van Laren. Ik kom thuis. Die kinderen van mij, helemaal geweldig. Oh, papa, mooie auto. Oh, oh. Ze zegt, vrouw... Zeg, ik ben de sleutel vergeten van de zaak. Ik rij even naar die maat van mij, ga ik die sleutel ophalen. Dus ik ga die sleutel ophalen en die kleine zegt mij, papa mee, papa mee. Dus ik zet die kleine in de auto, ik ga zitten, ik zet hem aan. Hij doet, kist heel die auto op. Tot drie uur. Ja, heb je dat verteld? Okay, okay. Ja, tuurlijk, ik heb alles verteld. Nou wel. Maar je had toch van die gaatjes, zaten van die gaatjes in die stoelen, toch? Hebben helemaal schoon laten maken tot s'nachts. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Maar jij krijgt geen auto meer. Dus ja, kan ik de keer zijn wij erbij. Maar dan zie je dus gewoon... ja, dat kan alleen bij ons gebeuren zoiets. Ja, nee, alleen bij jou. Ja, bij mijn familie heb ik het ook. Maar goed, heren, bedankt. Was het sneller? Ja, lekker. Was het nou, dat valt mee. We hebben toch 50 minuten aan elkaar. Ja, dat is gezeverd. Ja, tot over... aankomend weekend komt er ook iets aan natuurlijk. Ja, top. En dan daarna gaan we wel... Gewoon weer in de oude... NEC, jong. NEC. Waar gaat het worden? Is op zondag. Nee, zaterdag. Half vijf. Zaterdagavond. Waar gaat het worden? Snel. 1-2. 1-4. Uit? Ja. Uit, ik denk dat wij die 4-0 gaan winnen. Ik zeg 0-2. 4-0 gaan winnen. 4-0. Top. Wat moeten ze doen? Jullie moeten het niet vergeten, dames en heren. Doe ons even delen. Doe ons even liken. Ja, druk op belletje. Ga abonneren. Word maar helemaal gek. Stuur me fanmail. Houdoe. Tot de volgende weer. Hoi, hoi. Ciao. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Mango Meubels en Dinotech.